Hallo mensjes en welkom bij mijn eerste live commentary in Shogun 2 Total War. Normaal laat ik altijd replays zien, maar dit keer wordt het gewoon een live. En welke map? Let's even zien. Hida Mountains. In de zomer. Op hard. En gaan we maar eens even het legertje samenstellen. Usagi Kenshin als generaal. Vier Naginata Warrior Monks. Wat Katana Samurai. Nodachi Samurai. Zo. Ja, dat is wel goed. En dan geef ik ze allemaal een chevron. Ja, dat is wel goed. En dan gaan we maar beginnen. En ik skip het laadscherm even, want dat duurt echt verschrikkelijk lang. Oké, ik heb een formatie gekozen via het deployen. En ja, laten we maar eigenlijk gewoon naar voren gaan. En dit is trouwens de generaal, voor als jullie het nog niet wisten, van de Tokugawa, niet Chosukawa. Tokugawa Ieyasu. En dat was de officiële gast die shogun werd. Maar ja. In ieder geval. Ik ga even fast forward. Ik ga het niet skippen. Want dan duurt het weer te lang. En dan krijg ik weer allemaal van die stomme bestanden. Ik heb mijn boogschutters aan, die staan op de flank. En die gaan naar binnen trekken. En dan zetten we heel veel pauze. En dan pakken we deze en die gaan daarheen. Zo, dat wordt een mooie flanking manoeuvre. En even een charge. Our hidden units have been discovered, my lord. Pauze weer. What the fuck? Zo. Our hidden units have been discovered, my lord. Weer een pauze. En dan gaan we even kijken waar al die troepen komen. Dit doe ik normaal niet, maar ik wil het jullie gewoon laten zien. En dan pakken we onze eerste linie, de Warrior Monks. En dan de Nodachi. En eigenlijk ook gewoon de Katana. En dit is een manoeuvre die ik vaak gebruik. Jullie hoeven ze niet best te gebruiken als jullie die niet willen. Maar die gebruik ik vaak. Dan elke vijand die dan op het pad komt, die gaat de ket aan. Dat is eigenlijk het wat er gebeurt. In ieder geval easy en prachtige charge. Yes.
en onze generaal gaat in stand en fight. Dan krijgen onze troepen beter moraal en betere statistieken. Dan worden ze nog beter. Wat de fuck zijn we nou aan het doen? Ook al zijn het speren, ik ga er toch in charge. Heel vaak offer ik mijn cavalerie gewoon op. Heel. Want zoveel heb ik ze eigenlijk niet nodig. Our men are running from the battlefield! A shame for this place! Mooie boogschutters dingen. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Our men are running from the battlefield. Ik ben mijn paarden kwijt. Dat maakt niet heel erg veel uit. Het lijkt niet zo erg als dat ik had verwacht. En dat was hem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik klonk misschien niet heel enthousiast. Ik moet zo meteen nog leren voor Perfect Week. En daar heb ik absoluut geen zin in. Dus, maar ja, en zo klinkt mijn stem nog niet, maar ik heb heel erg last van mijn keel. Last van hooikoorts. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Als je het leuk vond, laat even een reactie achter, dan kan ik hier meer van doen. En ik zie jullie de volgende keer en dat wordt een Napoleon Total War Naval Battle. Dus bereid je voor. En misschien wordt het ook wel een Shogun 2 Naval Battle. Ik weet niet precies wat eerst wordt geüpload. Misschien upload ik Naval Battle van Napoleon hier wel voor. Dat weet ik niet zeker. Maar ik zie jullie.